Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. Hallo en welkom bij de Survival Series. Nee. Ja. Niet Survival Series. Ik zeg ook heel blij, ja. Je zegt gewoon meteen ja. Als ik had gezegd, Bram is dom, ja. Nee, dan had ik zeg van ja, wacht dus. Nee, ik ben niet dom. Nou, dat weet ik niet. Maar goed, welkom bij Survival Island. Dit is part 12 alweer. Vandaag gaan wij eens even... Ja. Wat gaan wij vandaag doen? Ik ga het eiland uit vergroten. Jij gaat het eiland uit vergroten? Oké, okay, dan ga ik... dan ga ik eens even... Ik ga de mijn wel even in. Zeker of ik nog iets leuks ondergronds kan vinden. Nog leuke spulletjes of zo. Waarschijnlijk vind je niks. Beetje positief denken, hè? Ja, oké. Okay. Wel altijd positief blijven denken. Mm-hmm. Het glas is half vol. Inderdaad. Of half leeg. Dat moest je dus nog niet zeggen. Het glas is half vol, inderdaad. Tenzij je eruit gaat drinken. Hey, slimme opmerking. Slimme opmerking, Tobias. Daarvoor ben ik hier. Meloen eten, ik ga weer niet mijn meloen halen. Dat hart, er staat op hart toch, dat is toch wel vervelend. Hey, is dat nieuw? Hey, kan je anders een wietfarm maken? Die heb ik. Een grote. Oh. Ik heb een wietfarm van 1 blokje. Ja, ik zag hem. Nou, ik weet niet of je in een mineshaft een wietfarm wil, maar anders moet je even wachten. Ik wacht wel. Mooi zo. Staat hij er al? Nee, hij staat er nog niet. Tenzij jij er wat aan hebt gedaan, wat ik niet verwacht, staat hij er niet. Tenzij jij er wat aan hebt gedaan, wat ik overigens niet verwacht, maar... Dan zou die er kunnen staan, maar ik verwacht het niet. Jee, blokjes weghakken. Klinkt heel stom. Jee, blokjes weghakken. Nee. Ja, toch? Denk ze van, jee, ik heb niks beters te doen. Ja. Je kan het Minecraft noemen. Je kan het ook vierkante blokjes weghakken plaats noemen. Op een computerbeeldscherm. Mm-hmm. In je vrije tijd. Wat gebeurt er met de mens? Wat gebeurt er met de mensheid? Vierkante blokjes weghakken op een beeldscherm. Waar gaat het heen met de wereld? Nederland. Huh? Ja, maar. Wat? Ja, maar. Heb je al diamonds gevonden? Nee, ik zit een beetje vast. Ik heb ook nog geen diamonds gevonden. Ik heb cobblestone nodig dat ik ging maken. Cobblestone? Oh ja, ik heb een diamond schep speciaal stuurt wegtakken. Oh ja, die had je gemaakt. Gewoon uit de spilling. Diamonds. Waar heb je diamonds gevonden? Onder de grond. Waar ben jij dirt aan het hakken? Nou, kan ik de dirt weg. En daarachter kwam ook de diamonds. Gewoon op dag 16. Oké. Okay. Apart. Heel apart. Nou ja, het zal wel. Waarom is het je apart? Hebt dirt en je hebt diamonds. Als ik op diamond laag... Ja, maar... Dirt. Ik ben aan het mijnen. Ja, maar dirt. Dat is maar 1 laagje hoog, dus ik denk, hey, ik heb mijn schep, doe eens gek, ik ga er doorheen en daarachter zaten diamonds. Als het echt heel veel dirt is, maak ik altijd een bocht, jij? Gravel sowieso een bocht. Gravel wel, ja. Gravel is gewoon altijd standaard een bocht maken, als je dirt dat in de mijn tegen. Ligt eraan als je het nodig hebt, dan... Maar ja, wanneer heb je dirt nodig? Ik weet niet. Skyblocks? TP me als het niet kan, laat maar. TP me als het niet kan. Wat? Ja, ik heb het niet meer nodig. Ik heb hem al verslagen. Ik had een beetje met een... Huh? Oh, er was een creeper of zo. Gravel. Ineens was mijn licht weg. Wat? Ik hoorde geen knal, ineens was mijn licht weg. Oké. Okay. Het zal wel... Misschien water? Nee, dat was een gat. Oh ja. Het kan maar 1 ding zijn. Het gaat te snel.
Dat kan maar één ding zijn. Dat zo'n nare streek uithaalt. Hey, misschien kan je Minecraft geluid uitstaan. Of dat heel zachtjes, wat ik eerder denk. Bedank me later maar. Nee, okay. Dat weet ik wel. Oh. Goed, ik zal je later bedanken. Over 40 jaar. Oh ja, ik zou dat kind nog bedanken. Gewoon in mijn agenda. Schreef ik het op, ik hoop als een agenda 1953-1954. Dan schrijf ik dat erin. Waarom zo'n oude agenda? Oh nee, 2053. 1953-1954. Heel raar om te zeggen. 2000. Gewoon omdat het zo'n getal is wat je normaal niet zegt. Ik had ook een leuke verrassing op de trap staan. Ook een zo'n groen mannetje. Ja. Maar die zijn altijd gezellig, hè? Feestbeesten. Die sfeermakers. Het is wel gewoon een knallend einde altijd. Maar dan ook echt bijna altijd. Ja. En anders krijg je iets en dan zorg jij ervoor. Ja, doe ik wel de pret niet bederven. Nee, we laten het wel ontploffen voor hun. Ik vind alleen... Zolang het knallende stofje maar in mijn handen komt, vind ik het niet erg. Als het in jou of het creeper het zelf wel gebruikt, is het een probleem. Hoezo mijn handen een probleem? Niet dat jij er wel eens misbruik van maakt, maar... Heb ik wel eens één keer gedaan. In deze serie. Het was één keer gedaan. In deze serie. Ja. Wel eerlijk zijn, hè? Mhm. Ik heb het pas ook al één keer misbruikt in deze serie. Zou best kunnen. Ja, dat weet ik nog. Toen lachte ik uit. Ja, dat is opruimen. Ja, dat was echt heel zwak. Leuk was dat. Heel zwak. Was het niet zwak? Hé, hey, Bram, ga eens in de gat staan. Was nog zwakker, toch? Nee, het was leuk als je het niet door had gehad. Ja, zo maar. Nee, er zit iets. Laat ik blijven staan. Wat zou het toch zijn? Toch zeker geen TNT dat altijd zist voordat het ontploft. Nee. Zo'n actie had ik eerlijk gezegd leuker gevonden. Nee. Maar, daar zie ik de lol niet van in. Hè? Wat? Daar zie ik de lol niet van in. Ik heb hout nodig. Dan ga je hout hakken. TP me nu mee. Nee, voor toortjes, want ik zit heel diep onder de grond. En ik heb een heel groot nieuw stuk, dus ik wil niet echt weg, maar... Ja, jullie, soms zit er niks anders op, hè? Nou, ik zit op diamond laag ongeveer. Help, TP, heel snel! Wacht, niet... TP naar mij! Heb je op respawn gedrukt? Nee. Ligt ijzer, goud... Kan je naar mij TP'en? Ik naar jou? Ja. Hoezo? Nee. Ja. Ja, naar mij, snel! Ben je er? Ja. Au. Waar ben jij? Ik sta in je. Mooi zo, we blijven hier lekker staan, ja? Had jij niet beter naar mij kunnen TP'en? Nee, omdat ik één leven had en ik had alle spullen niet. Kun je... Hak het blokje even kapot, ergens een blokje. Nee, ik heb geen levens. Mag ik dan die spullen, of mijn spullen? Die heb ik dus niet. Jawel, je hebt een helm op en een gouden ding. Ja, die helm die had ik al. En een diamond pickaxe? Die had ik ook al. Nee! Ja, een diamond pickaxe en een diamond shovel, die heb ik zelf gemaakt. En de helm? Ook. Ik had net diamonds gevonden. Hoe kom jij aan een diamond helmet? Hier heb ik een iron en deze heb ik wel voor je. Oh, dan ben die van mij. Oh, maar ik heb wel een diamond pickaxe. Ja, die heb ik trouwens ook al. Nee, ik heb er ook een. Die wil ik terug. En een zwaard. Ja, je moet hem oppakken. Ja, die heb ik niet. Ik heb een iron zwaard. Ja, ook goed. Mag ik ze? Ja. Nee, die iron zwaard die is van mij. Oké, kan je uitloggen? Nou heb ik genoeg levens. Ik log wel uit. Ja, daar heb ik niks aan. Oké, zorg je even. Hak even het blokje dat we drie blokjes naast elkaar hebben. Dat we even spullen kunnen ruilen. Oké? Wachten met joinen.
Join dan. Hey, kom op. Join dan. Nou, ga daar al je troep oprapen. Ah, creeper. Dat is ongemak. Hier zit mijn diamond zwaard. 18, 18, 18! Nou, dat spullen. Oké. Mag ik een diamond pickaxe? Ja, die is van jou. Ik zal wel ongeveer alles hebben. Nou, dan steel ik het gewoon terug. Je hebt nog een helmet. Mag ik mijn helmet? Die heb ik al gegooid. Waar dan? Ik heb hem. En dit wordt heel ongemakkelijk. Iemand moet dood, ik ben het niet. Nou, ik ben level... Oké, misschien word ik het automatisch. Had ik bijna hit de krank too hard. Creeper blaasde me weg. Ik kom je spulletjes wel oprapen. Wat? Ik kom je spulletjes wel oprapen. Jammer dat PvP uitstaat, hè. Ik was bijna boven. Dan had je je helm kunnen vervangen. En dan was ik ook nog eens boven, nieuwe helm. Ik zat eerst te denken over een shovel en een axe. Huh? Een axe te maken en een hoe. Ik bewaar alle diamonds heel netjes. Ga jij ze allemaal opzetten maken? Ja, het is toch ook opgemaakt. Er is nog 1, 2 diamonds eigenlijk een zwaard maken. Ik heb er nog 3 pickaxe erbij. Ja, maar ik heb nu de laatste 2 die ik heb gevonden, heb ik in de kist heel netjes bewaard. Oh, die kan je er weer uithalen. Maar ik bedenk me wel dat ik nu nog geen zwaard heb. Maar dat moet ik eerst niet meer vinden. Blijf er vanaf. Nee, doe ik ook. Maak je kapot. Zit hier een zombie spawner of zo? Zou zo kunnen, hè? Ik kom er ook veel tegen. Ze lopen hier alle kanten op. Ik heb er nou 5. Zal ik even komen? Ja, graag. Creepers komen ook al. Oh, dan blijf ik hier. Creepers zijn in de weg, hoor. Ja, bijna. Ik vind dit namelijk wel een mooie grot. Hé, hey, ja, doe er nog maar wat bij, joh. Ik vind dit wel een kan mooie kan ik naar grot. Jou te peen? Weet ik niet. Auw! We moeten hier weg. Eén van ons moet dood. Bram, nee. Hoeveel nee, levens heb niet jij? Doen. Hoeveel ik levens heb jij? 4. Ik 5, dus jij moet dood. Ik heb melon seed. Ik weet niet hoe ik eraan kom, dus ik ga hier een meloen farm maken, denk ik. Niet gehoord. Wat hoorde ik daar? Niks! Ik weet niet wat het was, hè? Ik zie alleen een vleermuis heel vrolijk. Meer niet, niks te zien. De knalde ook. Welke laag zitten we? Laat het niet. Nou, waarom zie ik hier een zombie met van alles goud? Ja, er zit een spanner daar ergens. Nou, dat kan. Ik weet niet, ze kwamen van alle kanten, dus ik heb geen idee waar die vandaan moet komen, die spanner. Vielen er ook een paar naar beneden? Ja, er vielen er hier wat naar beneden, dus ik ga eventjes proberen hier te kijken. Ah, dit wordt een heel tricky weggetje hier, door lava heen en zo. Ik weet dat jij zo goed bent in die tricky weggetjes. Dood einde. Gewoon de lava oplossen. Misschien werkt dat. Vaak werkt het niet. Of na een half uur pas. Maar nu heeft het gewerkt. Wat werkt niet? Die lava dingen oplossen. Die werken pas na een heel lange tijd. Als je dat blokje vernietigt. Oh ja. Soms werkt het niet eens. Nee. Dat bedoel ik. Is dat bug of zo? Ik weet niet. Maar ik zie niks. Je moet altijd eigenlijk een emmer met water bij hebben. Ik zie weer lava. Wat is het toch fijn om thuis te zijn. Ik ben thuis. Ben je thuis? Ja, nou ja, bijna 10 blokjes. Zwemmen gaat niet zo hard. En ik zet mijn eerste voeten aan land. Het eerste wat ik zei was... Wat ga ik zeggen? Nou, dat dus. Ja, oké, dat was dus het eerste wat ik wat zei. Ga ik zeggen? Oké. Als je mij ook een DP kan geven, zou ik... Dat zou ik appreciëren.
Oeps, verkeerd om, nee. Ja, dan denk ik dat we een slachtoffer hebben gevonden. Nee, dan loop ik mijn pad wel opnieuw. Ik had zelfs een hele trap naar boven gemaakt in plaats van dik straight up. Of is er dan geen dik? Zo niet, dik is graven. Graaf omhoog, maar kan. In principe kun je al niks omhoog graven. Ja, maar ja, trouwens, als je een god zit... Ja, het kan. Ja, ik graaf de steen boven me weg die dan weer op mijn hoofd valt. Doen! Dan vallen de volgende op je hoofd, handig. Oh, we kunnen van buiten in de kist. Dat vind ik wel best wel geniaal gedaan. Dat heb ik goed gedaan, hè? Nou, het is gewoon toeval. Design fout, maar... Design fout? Ja. Jij zegt, oh gaaf, design fout. Ja, toen jij zei, heb ik gemaakt. Toen dacht ik echt van, nee, het is een design fout nu. Nope, heeft hij niet. Nee, het is nu een design fout. Mm. Oh. Je hebt mijn architecten eer geschaad. Mijn eer is gekrenkt. Justum. Dat is een dom woord. Gekrenkt. Ja. Ik krenk jou, jij krenkt mij. Wij krenken alles. Krenk. Maar goed, dat was voor vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.